Social media stond maandagavond centraal bij de bijeenkomst van Club Kaas in de telefooncentrale. Of, om wat preciezer te zijn, zaken doen met social media voor wat meer ervaren gebruikers. Want welke ondernemer is nou niet op de social media kanalen te vinden? Hoeveel prostituees hebben een Facebookpagina voor zakelijk gebruik? Is dat minder dan 50% of is dat meer dan 50%? Duimpje omhoog, minder dan 50%. Het is meer dan 50%. 83% van de prostituees heeft een Facebookpagina. Wat ik met name mee wil geven, is dat Facebook een heel mooi medium is om merkbeleving te creëren. En om te communiceren vanuit de why van je organisatie. En die link heb ik vanavond proberen te leggen met het Golden Circle model van Sinek. Omdat je ziet dat heel veel organisaties juist met social media de fout ingaan. Hoe vaak hebben we een logo voorbij zien komen, er zijn onderzoeken naar. In ons brein worden we dan, krijgen we een gevoel van vertrouwen. We zien iets vaker, het zal dan wel goed zijn. En het versterkt elkaar en uiteindelijk is dat ook return on investment. Maar ja, lastig meetbaar. Google is simpel, die kijkt gewoon, oké, je zoekt op een woord. Is daar een URL van? Ja, nou, daar staat die bovenaan. Of is daar een URL van in combinatie met een social media platform? Dus Twitter en het woord in één zinnetje is ook heel slim. Dus je kunt natuurlijk op die manier heel veel vangnetten creëren. En daarmee ervoor zorgen dat je enorm goed vindbaar bent als bedrijf of als professional of wat je ook doet. En al die tools, al die platformen, allemaal ja, heel erg leuk. Maar als je niet weet wat je ermee kunt, ja, kan je er net zo goed niet aan beginnen. Dus ik wilde vooral inzicht geven in de mogelijkheden. Ik vond het ontzettend leuk. Heel inspirerend en informatief. En ook best veel. We hebben nog veel te doen en veel te leren. Ja, ik vond het zeer interessant. Weer een paar nieuwe trucjes geleerd. Dus ja, zeker een goede bijdrage bij deze avond. Ja. Heel interessant. Ja, ik dacht al het een en ander te weten op het gebied van social media. Maar ik ben nog een gruntje. De volgende bijeenkomst van Club Kaas is op 24 maart. Dan wordt er een kijkje genomen bij het bedrijf van Jan Gunneweg. Jan is niet alleen bekend als schaatser, maar ook vanwege zijn voorliefde voor hout. Als je ook wilt meekijken, kun je je inschrijven op de website van Club Kaas.